dames en heren, als ik aan het dansen ben. Ja, dames en heren, als ik aan het dansen ben, dan ben ik vrolijk. En dat betekent dat we gaan tekenen met de wapperhandjes. Dames en heren, na het intro, tekenen met Vincent, aflevering 2. En wat we vandaag gaan tekenen, heb ik uit de comments gepikt. En wat het is, zie je na het intro. Oké, ja, je ziet het al onder me. Shit. Oké, people, let's go to work. Oh, ja. Je ziet het al onder me, jongens. Ik ga Donald Duck tekenen. Het is zover, jongens. Donald Duck, een prachtig personage. Ik heb een aantal voorbeelden wel ergens, denk ik. Maar het voorbeeld wat ik ga gebruiken staat onder mij. Donald Duck die iemand uitlacht en eigenlijk wijst met zijn vingertje. En het is best wel een pittige tekening. Ja, vind ik. Wel. Ja. En ja, het is lastig, maar we gaan het proberen. Dit is mijn speelveld. En we beginnen maar met zijn vinger. En hij wijst een beetje... Kijk, we gaan wel lukken. Ja, hij wijst een beetje zo. Zo. En dan krijgen we zijn duim. En hij heeft een hele aparte duim. Die loopt zo. En dan zijn handje. En dat handje gaat... Dit gaat door dat vingertje. Zo. En dan heb je een schaar in zijn hand. Maar volgens mij is zijn hand al heel erg groot. Want ik ben al een beetje groot aan het tekenen. Dus wat ik ga doen... Ik ga kijken tot hoe ver ik kom. We maken zijn gezicht. Zijn snavel. Zijn snavel loopt een beetje zo. En dan loopt hij zo. Ik moet af en toe een beetje links en rechts kijken. Want rechts staat de foto en links... Kijk, voor jullie staat hij onder me, maar... Ja, je snapt het wel. En Donald Duck is een heel leuk karakter. Ja, en mensen vragen me... Wat is er nou zo bijzonder aan deze eend? Ik weet niet. Donald Duck is eigenlijk... Ik weet niet. Ik vind hem altijd zo grappig praten. En... Het leuke daarvan is dat Donald... Ik versta nooit wat hij zegt. En ja, dat maakt het wel geestig, vind ik. Ja, dat... Ik weet niet. Het is echt heel lastig, mensen. Ik vind Donald ook echt een pittige opdracht. En daarom heb ik hem ook gekozen. Ik dacht van, ja, YOLO. We gaan hem gewoon proberen. Nou, het ziet er niet onaardig uit, heb ik het gevoel. Dan krijgen we dat soort van streepje. Dat is een tong. Een soort van... Het lijkt net een hagedistongetje, vind je niet? Ja, als je er sowieso over nadenkt, dan... Ja, ik weet niet. Ik was die band vergeten, ik weet het. Ik zal hem snel tekenen. Oh, dat was niet helemaal een band. Ik heb niet echt een band ermee. Flauw, jongens. Ik zal hem maar gelijk wissen, die grap. Het nekje komt aan de zijkant hier. Ik zal ook wel een beetje improviseren, jongens. Want ik vind improvisatie veel leuker dan normaal. Hij lacht een beetje. En waarom, weet ik niet. Waarschijnlijk omdat dit er niet uit gaat zien. Zo. En dat oogje zit een beetje daaraan vast. Maar dat snaveltje, er zit hier een soort bocheltje. En daar zit het soort van de oogje aan vast. En die loopt iets van zo. Doe ik het goed, jongens? Ik heb het gevoel dat ik het niet goed doe. Help me mee. Ik weet niet of dit goed is. Oké, jongens, vertrouw in mij. Vertrouwen. Dit gaat goed. Het ziet er nog niet uit. Maar het moet Donald voorstellen. Excuse mensen als het een beetje eruit ziet. Oké, dan krijg je hier die haartjes heeft hij hier zo. En dan krijg je... Dadelijk krijg je de muts, jongens. De blauwe vertrouwde muts. Oké, die wenkbrauw krijg je. En dan daarboven zit nog een grotere wenkbrauw. Zo. En daarop komt de pet die niet... Ja, die komt niet echt met mijn beeld. Nou. Zo. En dan maken we dat vast hier aan. En hier is nog een pluimpje. Zo. Jongens, ziet dit eruit? Ik weet het niet. Ik ben bang dat dit er niet uitziet. Oké, jongens, vergeef me. Ik kan niet... Ik doe mijn best. Het is echt een lastige tekening. Express gekozen, mensen. Speciaal voor jullie. Express een moeilijke tekening. Nou, we weten dat die arm gaat door. En dan zit die grote flikkerstrik. Zit daar zo bij. En dan gaat die zo door. Zo. En dan hier nog zo'n strik. Zoiets. En hier zo'n knoop. Zo. Dan krijgen we zijn lichaam. Dus hier krijgt zo'n bochel overheen. En hier gaat dan nog zo'n arm. Jongens, dit is verschrikkelijk lastig. Probeer het zelf eens. Dit is een pittige tekening. Nou, hier is nog een streepje onder. En het lijkt alsof hij een oogje hebt hier. Maar dat is niet zo. Het wordt gewoon een tekening. Dat handje. Ik ben al vergeten namelijk. Namelijk hier nog een soort van... Zo. Nee... Een klein bocheltje zo. Ja.
Ja, nou, dit is een soort van Donald. Ja, eigenlijk hangt dit er zo nog bij, hè? Zie je het? Dat het een beetje 3D is. Dus dat moet een beetje zo. Nou, ik vind hem leuk gelukt zo. Ja, nou, het is niet perfect. Ik weet het, ik mis nog een aantal dingen. Ik mis nog dit stuk en dit. Dit hoort zwart te zijn. Kunnen we even inkleuren. Zo, een goede inkleurster ben ik. Zo. Nou mensen, dit was de maandag. Elke maandag gaan wij tekenen en gaan we wat proberen. Dit was een vrij pittige. Werd in de comments gevraagd of ik Donald Duck wou tekenen. En nou ja, dit is mijn resultaat geworden. Heb je een leuk aanbod van een leuke foto die ik moet opzoeken? Weet je, een leuk karakter die ik moet natekenen? Ik heb al ontzettend leuke reacties gezien. Laat het weten in de comments. En als er geen leuke karakter of tekening te vinden is van wat jullie zeggen, dan pak ik gewoon een leuke antwoord uit aflevering 1. Dus wees niet bezorgd. Ik ga zeker de comments lezen voor leuke ideetjes die ik kan natekenen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video met Tekenen met Vincent op de maandag. Doei doei!